Ajax heeft een druk programma. Engelse weken, zoals trainer Jol dat noemt. En donderdag kwam daar ook nog eens een verlenging bij. Tijd dus om Jol te vragen hoe hij zijn selectie fit houdt. Wij hanteren een bepaalde planning. En dat houdt ook in dat je moet periodiseren. Het is alleen soms lastig. Als je heel veel wedstrijden hebt, dan gaat het er dus om dat ze herstellen. En daar heb je ook een bepaalde manier voor. Dan werken we met procedures, protocollen. Dat ze toch bepaalde dingen steeds weer doen. Ja, en als we dan weer de neutrale weken hebben, dan wordt er weer aardig geprikkeld. Dat wil zeggen dat we in onze planning alle methoden gebruiken. En dat gaat van uithoudingsvermogen, krachtuithoudingsvermogen tot aan intervaltraining. En daar proberen we zo strak mogelijk de hand in te houden. De selectie zit gedurende de week dus behoorlijk wat in het krachthonk. Een plek die de meeste voetballers verafschuwen. Er zijn heel veel onderdelen voor een voetballer waar die zich in kan verbeteren. En als je ziet dat ze zich daarvan bewust worden, dan zie je ook dat ze daar geen moeite mee hebben. Het is natuurlijk niet zo dat de clubs nu met 100 kilo halters aan het stoeien zijn en aan het gooien zijn. Zo is het niet. Wij hebben bepaalde schema's, daar houden ze zich. En dat is voor iedereen individueel. Wij hebben een soort van, dat gaat allemaal via de computer, hebben we in de kleedkamer voor iedere speler een scherm. En daar kan hij de informatie van aflezen wat hij op een bepaalde dag of een bepaalde week of een bepaalde maand moet doen. Ja, en zo heb ik altijd een groep gehad die preventief werkt. Dat zijn de fitten. Je hebt ook jongens die terugkomen van de blessure. En je hebt ook jongens die beperkingen hebben. Nou, die beperkingen die moet je optrainen. Dus zo hebben we voor de spelers verschillende schema's en die doen ze. En vaak train ik 2 keer per dag. Maar zoals gezegd, dat is 's morgens op veld en 's middags vaak in de gym. Ook in het zwembad gaan we tussendoor. En we doen ook op de fiets spinning bijvoorbeeld. En daar hebben we bepaalde schema's voor. Wat natuurlijk ook helpt in de fitheid van de spelers, is de flow waarin Ajax op dit moment zit. Nou, ik heb het idee dat als je het elftal belangrijk vindt en als de individuen eigenlijk totaal zich weg kunnen cijferen, zo zien, dan komen al die spelers individueel naar boven. En dat zie je een beetje bij ons. Ook een Greg van der Wiel, ook een Maarten Stekelenburg, bijna onpasseerbaar. Heeft ons vaak gered. Dan kreeg hij maar 3 ballen en dan stond hij dat toch. Ja, en dan krijg je niet het knuffelen, maar de complimenten. En ja, ik denk dat zo'n keeper ook dat nodig heeft en dat voelt. Ja, en dan zie je dat ook hij enorm belangrijk voor Ajax is. En ja, dan kun je alleen met z'n allen kun je dat vasthouden. Als wij alleen maar aan het mopperen zijn en als de sfeer niet goed is en als je kliekjes krijgt, ja, dan gaat dat doorwerken en dan zul je zien, dan worden de prestaties ook minder. Nou, en daar moeten we ook die spelers zich van bewust maken. Doen we ook en dan willen ze zo snel mogelijk dat momentum vasthouden.